Ja, we krijgen de eerste doortocht, einde van de eerste ronde. Zien we meteen hoe de situatie vooraan is. Met Heremans, met Van der Mieren en Wim van Looy, dacht ook. Wel, die mannen die zijn al aan de haal. En verder de doortocht hebben we dus de eerste training, maar ze wachten. Is bij deze boeren, Mark de Kok. Wordt dus genoteerd zodat dan de centen straks goed terecht komen. Ja, ja, Christophe Wielvaart, dat hij er zo geweldig tekeer gaat. En de tegenreactie, dat is momenteel hier Bart van der Wijnkaart, die de rest op zeep kan neemt. Een twaalftal seconden, we gaan beginnen. In de schotten nog 8 ronden. Christophe Wielvaart blijft het bijzonder goed doen. Maar ja, de oppositie komt nog sterk op. Ze hebben nog een goede tiental seconden verwijderd nog van de man aan het commando. Christophe Wielvaart nog 8 ronden. De 7 ronden nog achter liggen. Blijft nog steeds alleen aan het commando. Dat tempo heeft wat meer afstand genomen. Dat is Mazda A, van 40 tot 55 is Mazda B. Mazda C is Mazda B. Ja, 25 seconden is het verschil nu. We zijn half wedstrijd, nog 7 ronden. 7 ronden, 25 seconden voorsprong. Voor de man aan het commando, Christophe Wielvaart. Nog 6 ronden en hij pakt de premie natuurlijk weer mee. En terug naar 8 seconden. We zijn nog 6 ronden van het einde. Nog 6 ronden. De wacht is weer geopend. 8 seconden nog voorsprong. Voor de wacht. De doortocht is natuurlijk premie en het is wisseling van de wacht, want we hebben vooraan momenteel Steven Janssens in het gezelschap van Patrick Bogaerts. Met de vier in de drachtenvruchten. Maar kijk maar. We jagen in dat tot een 300 rappen en 300. Nog 2 ronden. Ik heb een paar mannen in de. Ja, ik heb een paar mannen in de.
Laatste ronde. Masters A, Wilfaard Goed Leven en Begiels. En we hebben dan Masters B, en dat zijn Hans Wijs, Rudy Larou, ook Danny Prens, Patrick Bolkaert. In dat gezelschap ook nog Patrick Verdonk en Bart van der Wijngaard. Als kan er niet eens zijn weg, hè? Die ook mee vooraan zitten. Ja, dat is een krachtige zege voor Rami Roos. Ja, dat is een lange kerstring. We zullen in elk geval de boeren nog wel eens bekijken. Claire! Of dat is een dag de oudste zijn.